De stad Utrecht is een heel eind westwaarts het kanaal en de snelweg overgestoken naar de meren en vleuten. Maar er zijn ook een kunstenaar, een tegelbakker en tegelzetters overgestoken de andere kant op. En die zijn nu hier aan het werk. Ja, het gaat nu echt spannend worden hoor, want nu is het live, weet je wel. Het gaat nu, ik bedoel, je bent er al heel lang mee bezig en dan ineens wordt het werkelijkheid. Nou, dit is Harold van den Kamp, dat is een van mijn bewoners. Jouw bewoners? Nou ja, mijn bewoners, ja. Jij hebt toch meegewerkt? Ja. En we hadden totaal 5 bewoners. 1 bewoner die alles via internet deed. En 2 bewoners aan deze kant van de tunnel. En 2 bewoners van de woonboten. En dat is eigenlijk een hechte club geworden. Wat heb je allemaal gedaan voor de tunnel? We zijn een paar keer bij Louise samen geweest om inspiratiesessies waren dat, ja. Gewoon ideeën. Van daaruit zijn ontwerpen, hebben we eigenlijk inspiratieontwerpen aangedragen aan Louise. En zij heeft daar dan weer de hele ontwerpen van gemaakt die hier opkomen. Ik zal de tekeningen van de bewoners even laten zien. Oh. Jullie ontwerp heb ik meegenomen. Want dit hebben jullie samen, of heb jij samen met de bewoners gemaakt? Ja, dat hebben jullie eigenlijk... Met z'n vieren, vijven. Ja. Natuurlijk met z'n allen. En, ja, plakken, knippen en ideeën doen. Die vissen die heb ik dan weer uit schoolplaten gehaald. En die oude schoolplaten. En die schoolplaten hingen dan weer in de Makassar-Mavo hier vlakbij. En daar hebben heel veel buurtbewoners hebben op die school gezeten. Nou, en zo, laat me zeggen, je begint klein... Nou, dan heb je bewoners en dan heb je de buurtbewoners. En dan heb je nog alle mensen van het Scheepvaartmuseum, mensen van de letters. Ik ben bij de Munt geweest, ik ben in het archief van de Douwe Egberts geweest. Zo ga je stapje voor stapje en dan heb je uiteindelijk met ze gezamenlijk iets gedaan. En ik hou dan de regie. Maar het is allemaal inbreng en input van de mensen die hier wonen. Waardoor je dus eigenlijk geen anonimiteit in de openbare ruimte krijgt. En dat is mijn uitgangspunt ook voor mijn beeldende werk. Hoe zijn jullie aan deze opdracht gekomen? De kunstenares, eigenlijk alleen maar mensen uit de omgeving. Wij bestaan al 30 jaar. En we zitten al 30 jaar in Vleuten. En ja, vandaar eigenlijk. Is het jouw eigen bedrijf? Nog niet, maar per 1 januari wel. Het is van mijn vader geweest. Die stapt eruit. En dan mogen wij doen, de nieuwe generatie. Nee. Waar heb je deze nog gevonden? Dit is aan de Leidse Kade, toch? Ja. Dit is de Ora uit Labora. En dat is een heel bekend woonschip. En dat ligt nu in de veilinghaven. En dat is helemaal gerestaureerd. Maar dit is nog waar die dus aan de Leidse Kade lag. En het is eigenlijk wat met heel veel schepen in Utrecht is gebeurd. Is dat ze een beetje rundown waren. En daarna zijn ze... vervangen door een ark. En dat is echt heel erg zonde. Dus ik vind het heel erg leuk dat we hier zo weer die boten terug kunnen laten komen. De originele tekening van de Ora et Labora, die was verkocht aan de bewoners van dat schip. Dus ik heb contact gezocht met die bewoners van dat schip. En ik kom dat schip op en die Corrie Schot die zegt van... Hey, ik heb met jouw zus op de basisschool gezeten. Oké. Weet je wel, dus zo is weer het kringetje rond. Ik vond het wel een mooi verhaal. En dat is ook weer het leuke van dat project. Dat je dus... Je stapt eigenlijk in de materie. Dus je hebt elke keer grond met alles wat je doet.